Go! Ja, Ole, even vanuit dit perspectief. Je zit op het moment dat je keert, zit jij nog niet met je bladen onder water. En dat komt omdat je naduikt voorin. Dus jij denkt veel meer lengte te kunnen pakken omdat je jezelf voorin nog extra tegen je benen aanduwt. Extra voorover buigt. Maar je ziet, je schiet er geen ene reet mee op. Omdat je bladen dan gewoon niet in het water zitten. En dat is uiteindelijk wat telt. De afstand die je blad aflegt. Ga er maar naast. Dat zie je ook hier. Zowel voor en achterin is het te lang. Waardoor je midden in de haal eigenlijk te weinig meters maakt. Achterin is het wel een stuk beter. Maar voorin, je duikt erna en daardoor zitten je bladen niet in het water, maar hangen ze erboven. Veel liever hebben we dat je voorin groter wordt, dus minder ver ingebogen zit voor je gevoel. Waardoor je bladen onder water zitten op je uiterste punt en je de maximale weg kan afleggen met je benen. Deze, elke keer zie je die kin naar voren schuiven, die gaat elke haal over de knieën heen. Die mag niet voorbij die knieën. Achter je benen zitten. En daarnaast zie je dat je midden in de haal, daar flik je hem doorheen. Daar moet je lang zijn. Je moet op het moment dat je rug je benen overnemen, dat moet je uitstellen. En doordat je dat veel meer uitstelt, veel meer faseert, voelt de haal langer. Daar zit lengte. Niet in lang zijn voorin. Ole, doe maar die oefening. Nou, netjes. En nu met je riemen in beweging, dus dat je je riemen naar voren duwt. Goed zo, Ole.